Ja, heel fijn dat jij een paar uurtjes eerder naar Boxmeren bent willen komen dan eigenlijk de bedoeling was. Hè? Maar je hebt een voorstelling in het theater hier in de Weijer. Nou, fijn dat je eventjes komt vertellen wat jij allemaal doet. Ik heb een beetje huiswerk gedaan. Want behalve cabaretier ben jij fotograaf, docent, toneelschrijver. Heb ik opgezocht. Ja, dus ja, heel goed. Ja. Als Wikipedia dat zegt, dan klopt dat. Nee, dat klopt. Ja? Dat klopt. Ja. En jij bespreekt ook foto's in de Volkskrant. Ja, als een soort detective. Ja, de Aartsman collectie. Hè? Ja. Met wat voor frequentie doe je dat? Elke week. Elke week. Ja, wat was de foto van deze week? Foto van uit 2003 van 5 First Ladies, waar onder andere Nancy Reagan ook bij was. Vandaar dat die weer gepubliceerd werd. En midden stond Betty Ford. Toen ben ik eens, dat is altijd zo leuk van die rubriek, dat je altijd een beetje gaat snuffelen. Dus dan ga je op internet kijken, wie is die Betty Ford? Want die was vroeger met Gerald Ford, hè? Mm-hmm. Zo, nadat Nixon was afgezet, toen is hij een tijdje president. Maar dat bleek dus een hele struise dame te zijn. Ze kwam uit een alcoholisch gezin en trouwde vervolgens een alcoholische man. En is er weer van gescheiden. En toen trouwde ze met Gerald Ford. Maar ze had bijvoorbeeld in die tijd, dat was begin jaren 70, had ze borstkanker. Okay. Maar toen hielden mensen dat geheim, maar het was er gewoon heel openlijk over. De foto dat Gerald bij haar op visite kwam in het ziekenhuis, kwam ook gewoon in de krant. Dus die was heel erg open. Ja. En ze was zelf ook verslaafd aan pijnstillers. Deed ze ook niet moeilijk over. Toen ze er vanaf was, heeft ze zelf weer een kliniek opgericht. Waar mensen van allerlei dingetjes af konden komen. Er zijn heel veel beroemdheden ook allemaal geweest. Ja, en dan ga jij zo'n foto beschrijven of zeggen wat je ervan vindt. Ja, en dan zie je opeens verschillen tussen hoe zij gekleed is en wat ze aan heeft. Ze had een décolleté aan, de vrouw van in de 80. Ja. En die andere allemaal niet. Dus ja, dan ga je dat allemaal zien. Want ze had ook een keer bij een interview gezegd dat ze het zo raar vond dat mensen van alles aan de vroegen, maar nooit hoe vaak ze het met de president deed. En een antwoord zou dan zijn, dat ik ook zeg geniaal, om dat op die manier erin te gooien, zo vaak mogelijk. Ja. Ja, nou ja, goed. Dat kan, hè? Ja, dat kan. Ja, dat gebeurt. Hey, maar nou, je hebt het over foto's. Als je fotograaf bent, dan ben je heel, als ik het goed heb, heel visueel ingesteld. En dan moet je dat gaan vertalen naar woorden. Dat lijkt me lastig. Nee, eigenlijk niet zo. Nee. Nou, ik heb zo'n hoofd waar gewoon sowieso heel veel dingetjes altijd heen en weer springen. En met foto's kun je daar niet zoveel mee. Dus ik maakte altijd heel veel aantekeningen en heb heel veel dagboeken geschreven. En een paar maanden dacht ik, ik ga er wat mee doen. Ja. Dus toen had ik een jaartje, was ik 88 al met mijn huis gesloopt en mijn verkering was uit. Dus ik had toch verder niks in Amsterdam te zoeken. Toen ben ik in een kampeerauto gaan wonen. Heb ik een jaar lang in Nederland geleefd. Gewoon zo'n beetje rondgetoerd. Ja. En fotografeerde ik vanaf het dak en ik had de rubrieken in Trouw. Ja. En daar hield ik mijn dagboekachtige dingetjes, schreef ik daar ook in op. En toen is het eigenlijk. En het leuke van schrijven vind ik is dat dingen waar je van denkt, wat naar dat ik dat meemaakt. Maar als je realiseert, het is een goed verhaal, dan wordt het al heel wat positiever. Mm-hmm. En al die dingen die in je kop zo zweven, dat je die op een soort constructie van kunt maken, dat het mag bestaan, dat geeft je ook het gevoel dat je minder gek bent dan je altijd al denkt. Dan, ja. Ja. Ja, ik weet niet hoe gek jij denkt dat je bent. Behoorlijk, ja, behoorlijk. Ja, echt. Lijkt me lastig. Ja, ik doe nu heel normaal. Je houdt je in vandaag speciaal. Nou ja, dat is goed om te weten. Goede indruk te maken op de mensen. Okay, ja. En hou je dan straks bij zo'n voorstelling ook in of ga je dan helemaal los? Nou, maar het is behoorlijk gescript hoor. Ik weet ongeveer wat ik allemaal ga zeggen. Eigenlijk precies. En dan kan ik daarna weer gaan freewheelen. Ja, ja. Maar leg dat uit. Je begint met een vast begin altijd deel. Nou, het is nu weer veranderd. Ik kom nu met die tas op. Ja, en wat zit erin? En dat vertel ik nu, en dat verklap ik er nu maar vast. Maar kijk, want ik kom overal met die voorstelling. En in die kleedkamers kun je je spullen niet in laten liggen. Dus er hangen altijd van die briefjes van, het is niet onze verantwoordelijkheid als uw spullen zo direct hier niet meer liggen. Ja. Dus ik sleep altijd die tas mee met mijn agenda en mijn portemonnee en mijn huissleutels. En die zet ik dan ergens achter de coulissen. Maar nu dacht ik omdat het is een setting van een soort klaslokaaltje waar je binnenkomt. Ja. Ik denk, ik kom er gewoon als leraar binnen, zet ik dat ding op tafel. Ja. Dan heb ik hem gewoon lekker dichtbij. Dat is het begin. En, de voorstelling gaat over dat je zo gelukkig kunt worden van tellen. Ja, dat heb ik begrepen. Dus ja, maar dan niet het geld dat je allemaal wel niet hebt. Maar mensen houden niet zo van tellen. Nee. Terwijl ze eigenlijk de hele dag tellen, zelfs 's nachts. Want als je bijvoorbeeld, je zou toch ook wel eens naar de wc moeten 's nachts. Kom je uit de wc terug, kijk je toch altijd even op je wekker. Hoe laat half het is? 6. En dan zie je, oh lekker, nog 2 uur te slapen. Ja. Heb je dus in je slaap 5:30 van 7:30 afgetrokken. Ja, en dat is.
Het is niet misselijk, het is niet misselijk. Ja, nee. Ja. En bijvoorbeeld, en zo ben ik erachter, omdat ik freelancer ben, al die verschillende beroepen die ik heb, moet ik heel vaak overal ideeën lanceren en balletjes opgooien, aanvragen doen. En dan krijg ik heel veel afwijzingen. En het is vervelend, totdat ik opeens dacht, ik heb een grote map gekocht en die schreef ik op afwijzingen. En als ik dan nu een afwijzing binnenkreeg, dan pakte ik een perforator, jaste er twee gaatjes in en zei tegen mezelf, ha, fijn, voor mijn map. Ja. De 263ste. Ja, en ik was ook flink op de groei gekocht, dus ik kon nog even door. Ja. En toen heb ik op een bepaald moment gekeken naar het verband tussen het aantal afwijzingen dat ik kreeg jaarlijks en mijn belastbaar inkomen. Ja. En het blijkt dus dat je alle twee, hoe meer afwijzingen, hoe beter het met je gaat. Okay. Dat is onder andere iets wat je dus door gewoon tellen achterkomt. Ja, dat is misschien voor mensen in de zaal goed om te weten. Heel veel solliciteren, ga je zelf meer verdienen. Ja. Nee, het werkt echt zo. Ja, maar... Er zijn meer van die dingen die... Maar want weet je, het rare is, tellen dat laten wij over aan mensen die ervoor gestudeerd hebben. Ja. En die bedenken dan opeens dat wij in 2008 in de crisis zitten, wat helemaal niet waar was. Want ze hebben duizend statistici die dat allemaal bij elkaar optellen wat wij verdienen in een jaar in Nederland. Ja, deze maand vooral hè. Ze waren vergeten de drugsindustrie erbij op te tellen. Dat is de grootste in Nederland zo'n beetje. En de seksindustrie is ook niet klein. Ja. En toen bleek dus een jaar geleden achteraf dat Europa zei van nou, dat tellen we er wel bij op. En toen moesten ze nog 642 miljoen extra afdragen. Dus we hebben nooit in de crisis gezeten. Nee, door de drugs en de alleen maar gewoon die door het, ons. De VVD dat zo'n leuk idee leek om het boel een beetje bankschroeven aan te draaien. Ja, precies. Dus tellen... Dus ik ben niet zo raar als ik op de loopband bij de sportschool altijd binnen een minuut 83 pas gezet wil hebben. Oh, dat doe jij? Ja, dat doe ik, ja. Dus we hebben nog wel wat... Jij ook een beetje gek bent. Mee, ja. Nee, maar dat doen heel veel mensen. Mensen tellen heel veel. Maar er zit een soort taboe op. En vooral, ze zijn er onzeker over. Want ze denken dat... Zal ik er nog één vertellen? Ja, doe maar. Dan zijn we nou toch. Ja, maar is wel. Ja. Nou, ik heb in 2005 heb ik een maand lang alle klein geld uit mijn broekzak opzij gelegd. Weet je, dat je krijgt als je wat wisselt. Ja. En, dan krijg je zo'n dikke portemonnee van. Ja, okay, ja dan ga je een beetje kromlopen. Daarom leg ik ook altijd 's avonds eruit. En toen heb ik na een maand ben ik eens gaan kijken uit welke landen dat allemaal kwam. Ja. En hoeveel waard het dan was per land. En bijvoorbeeld Duitsland was een derde van alles wat er in mijn broekzak zat. Maar dat klopt, wij zijn financieel toch een soort afhankelijk van Duitsland, hè. Maar in totaal waren er toen 11 landen, terwijl in 2002 zijn we met z'n 12 begonnen met de euro. Weet je welke er in 2005 al niet bij zat? Griekenland. Griekenland. Dus ik wist 3 jaar van tevoren al dat er iets mis was met die die muntjes in Griekenland, die blijven daar. Ja, dat doet gewoon niet mee, de spek en bonen. Ja, of ze hoeven natuurlijk niet op vakantie naar Nederland, wij gaan allemaal daar naartoe. Ja, dat zegt ook al heel veel over hoe het loopt. Ja. Maar er is in ieder geval iets uit op te maken, uit dat soort... Ja, je kunt gewoon door heel simpel in je directe omgeving wat dingetjes bij te houden, kun je zoveel concluderen. Veel meer dan de mensen die ervoor gestudeerd hebben. Ja. Ja, als ik mijn portemonnee omdraai, kom ik al tot één conclusie dat het weer leeg is, maar dat is wat anders. Hans, jouw programma heet Zeker Weten? Zelf Weten. Zelf Weten, ja. Sorry. Ja. Een onderdeel van het programma is ook dat je niet zomaar alles gelooft wat anderen tegen jou vertellen. Ben je deze week nog dingen tegengekomen waar je denkt van, ja, dat kunnen ze wel zeggen, maar ik geloof er helemaal geen bal van. Oh jee, dat zijn er zoveel. Het was nou weer een onderzoekje verleden week dat als je 3 koppen koffie per dag drinkt, dat je dan 44%, dat is zo'n cijfer ook, 44% minder kans op levensrozen hebt. 3 koppen koffie per dag dus, minder? Dus als je mag een fles whisky naar binnen werken elke dag, als je er maar 2 kop koffie achteraan gooit. Maar zo'n 44, weet je wel? Ook zo'n Centraal Planbureau dat met 3,1% groei komt voor volgend jaar. Of, weet je, je denkt, waar haal je het in je boerenhoofd? Ja, dat zijn klopt nooit, klopt nooit. Nee. Dus dan word je toch wat nederiger over je eigen voorspellingen. Maar mensen willen zo graag voorspellingen horen, ook al kloppen ze nooit. Weerbericht is er ook zo een. Maar nee, ging er net maar dat weten we allemaal. Het weekend kan het best heel erg gaan regenen hier, hè, met het slechte. Ja, dat weet Peter, ik weet niet wat het is. Peter, ik maak aan. Ja. Halen we de 10.000 niet. Ja. Nee, maar cijfertjes. Mensen willen cijfertjes horen. Wij, bij de Gelderlander bij ons zetten we ze ook doorlopend in de krant. En dan, maar jij zegt van nou, lees er maar overheen, want het heeft toch geen zin. Het klopt bijna nooit. En als het wel klopt, dan heb je er niks aan. Ja. Ja. Hey Hans, leuk dat je er was. Heel veel succes vanavond. En misschien komen we elkaar weer ergens tegen. Heel leuk. Hey, dankjewel.